Nou, vandaag hebben we onze tweede kwartaalresultaten aangekondigd. Wederom goede resultaten. We liggen mooi op koers met onze groeistrategie. Goede groeikansen in de Benelux, goede groeikansen online. Ook internationaal kan HEMA sterk groeien. En daarom hebben we vandaag besloten om opties voor de toekomst van HEMA te gaan onderzoeken. Nou, HEMA is al 10 jaar lang onderdeel van een investeringsmaatschappij. Investeringsmaatschappijen kopen en verkopen bedrijven. En onze investeringsmaatschappij Lion Capital samen met HEMA heeft besloten de toekomst van het bedrijf te gaan onderzoeken. Ja, we zijn natuurlijk aan het begin van het proces, maar er zijn verschillende opties mogelijk. Eén optie is de verkoop van HEMA aan een retailbedrijf. Een andere optie is de verkoop van HEMA aan een investeringsmaatschappij. Het kan ook een beursgang zijn. Nou, het is belangrijk om het goed te doorlopen, goed de tijd hiervoor te nemen, zorgvuldig te doen. Het is gewoon belangrijk voor de toekomst van HEMA. Dus het gaat wel een flink aantal maanden duren.